Zondag van beloken Pasen, de goddelijke barmhartigheid. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. De avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvangt de Heilige Geest. Wie er zonde gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. En wie er zonde gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven." Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: "We hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: "Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven." 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Vervolgens zei hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Toen riep Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God." Toen zei Jezus tot hem: "Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan, welke niet in dit boek zijn opgetekend. Maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat gij door te geloven leven moogt in zijn naam. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Ontluikend geloof in het evangelie vandaag. En het begint nochtans heel erg gesloten. Want met schrik in het hart hadden de leerlingen zich opgesloten in hun huis samen. Maar de deur en de sleutel van je hart kan je voor God en zijn barmhartigheid niet gesloten weten te houden. Gelukkig maar. En zo leren we dat Jezus in het midden komt en hen de vrede opnieuw toewenst. En hij geeft meteen ook 2 taken mee. Te getuigen van Gods liefde en zonden te vergeven. Blijkbaar is dat niet makkelijk. Blijkbaar is dat nogal zwaar. En Jezus schenkt daarom en daarbij de Heilige Geest, die kracht en inspiratie geeft om te doen wat Jezus heeft voorgedaan met Pasen. Diezelfde Heilige Geest mochten wij ontvangen bij ons heilig doopsel en bij ons heilig vormsel. Waarom eigenlijk? Omdat het een grote uitdaging is en blijft. Toen
aan u. Geen veilige kokon, geen veilige groep van alleen maar gelijkgestemden. Katholieken komen uiteraard samen rond Jezus, maar we mogen ons niet opsluiten in een kleine groep. En daarbij, het is niet alleen innerlijk voelen en begrijpen, of alleen maar innerlijk weten en afmeten, als een soort oorspronkelijke Thomas. Jezus, onze Heer en onze God, zegt vandaag: gelukkig zij die ook zonder te zien tot geloof komen. Ik heb wel eens vaker geprobeerd, eigenlijk meestal altijd daartoe door anderen uitgedaagd, om te getuigen van de vereistenis. Voor wat dat persoonlijk voor mij betekent. En in het beste geval in Limburg geeft men daar dan respect voor. Maar meteen wordt er vaak bij gezegd: ik heb of ik houd toch een eigen andere mening. En meteen daarna zeggen ze dan: maar goed, even goede vrienden. Proberen wij het leven te lezen als het verhaal, de rode draad, de grote lijn, waarin niet alleen jij, maar ook vooral God schrijft. En proberen wij vooral deze zondag en de komende week het hart, de deur, de sleutel daarvoor voor God open te houden. Amen.